In het kader van het 68-jarig bestaan van de Telefoon- en Telegraafwerknemersorganisatie Suriname, TTWOS, heeft het huidige bestuur kransen gelegd bij het graf en standbeeld van de voormalige voorzitters. Bondsvoorzitter Harvey Panka vindt het gepast om in dit kader deze grote mannen die ons voor zijn gegaan te herdenken. De eerste krans is gelegd bij het graf van Hendrik Schiels, die na 1982 voorzitter werd van de bond bij Telesur. De heer Schiels, een van de grote voorzitters, was van de TTWOS. En vandaag is de vakbond is jarig. We zijn 68 jaar oud vandaag. En het past geheel dat wij diegenen die gewerkt hebben, die de stomvoetes hebben gelegd voor deze organisatie van werknemers binnen het Telesur, dat deze mensen met gepaste eer en met gepaste trots, dat wij hulde brengen aan hun. Daarom leggen wij deze krans neer aan de voeten van onze overleden voorzitter. En we brengen daarom met gepaste trots brengen wij eer aan Hendrik Humfried Schiels. Geboren op 25 augustus 1946, overleden op 27 september 2010. De volgende krans is gelegd bij het standbeeld van Cyril Daal, ook een gewezen voorzitter van de bond bij Telesur. Daal was in die periode ook voorzitter van de moederbond. Daarom is er ook hulde aan hem gebracht. Volgens Errol Snijders, voorzitter van de moederbond, was Daal de grootste vakbondsleider van Suriname. Omdat vanuit dit centrum, al waren we anders gesitueerd, vanuit dit centrum is het CAO-gebeuren tot leven gekomen. Ja, waar iedereen nu de mond vol van heeft en wat vastgelegd is in onze arbeidswetgeving. Maar nogmaals, gefeliciteerd meneer Panka met de bond en ik hoop dat uw leden en de bestuursleden goed in mind hebben dat het een strijd is geweest van de Telesuurbond en de moederbond dat u vandaag op uzelf staat en een parasitale instelling bent. En niet langer afhankelijk bent van de overheid, maar dat de overheid afhankelijk is van u. Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond. Hij sprak vanmorgen tijdens de kranslegging bij het standbeeld van Cyril Daal. De bond van Telesur heeft vandaag in het kader van zijn 68-jarig bestaan kransen gelegd bij het graf en standbeeld van de voormalige voorzitters.